We zijn hier met z'n allen bij elkaar bij het PI-event van Bovemij. Alle teams bij elkaar maken een plan voor de komende kwartaal, waar ze aan gaan werken en wat ze gaan doen. En wat ze gaan doen is afgestemd op de missie, visie en strategie van Bovemij. We zijn hier bij elkaar om de afhankelijkheden voor het komende kwartaal in kaart te brengen. Het gaat om development teams die dus afhankelijkheden kunnen hebben. En om dat op een goede manier af te stemmen, zorgen dat we hier 2 dagen alles op elkaar afstemmen, zodat we het komende kwartaal geen onvoorzienheden hebben. Tijdens dit event creëren we afstemming en transparantie voor alle stakeholders. We maken een plan waarin staat wat we gaan doen. En het wordt dan ook heel duidelijk wat we vooral niet gaan doen. Ik ben hier samen met Nico vandaag als Scrum Master. En als Scrum Masters begeleiden wij het proces om teams te ondersteunen daar waar nodig is. Ik ben product owner van viabovemij.nl, ons nieuwe mobiliteitsplatform. We zijn vorig jaar begonnen. Vorig jaar ook onze eerste propositie gelanceerd. En we werken nu naar de tweede propositie. Dat staat gepland voor eind van dit kwartaal. Dus in deze kwartaalplanning zijn we druk bezig met de afstemming van alle partijen. De bouwsteentjes moeten nu echt bij elkaar komen. We komen vandaag tot de juiste besluiten door goed voorbereid voor de dag te komen. We weten vanuit die voorbereiding welke features voor ons het belangrijkst zijn en de meeste waarde vertegenwoordigen. Als we die belangrijkste features over de komende beschikbare tijd in de PI gaan plotten, zien we eventuele moeilijkheden of afhankelijkheden op ons afkomen waar we op kunnen reageren en ons plan kunnen voltooien vandaag. Het meest waardevolle aan dit event is dat we aan het eind van het event een plan hebben wat we gaan doen, waarmee we een focus hebben voor de komende 3 maanden. Ja, het meest waardevolle is natuurlijk het samen zijn. Als collectief toch kijken naar een gezamenlijke oplossing. Daarbij is het leggen van contacten binnen je eigen team, maar ook daarbuiten ontzettend belangrijk. Voor mij is het meest waardevolle is dat we op hetzelfde moment, op dezelfde locatie, alle partijen bij elkaar hebben. Ook allemaal bereid om elkaar te helpen. Nou, buiten het feit dat het leuk is om iedereen hier vandaag te zien, is het ook heel waardevol dat we met het team bepalen waar we de komende 3 maanden aan gaan werken.